Hallo, hallo, hier is Kengo, terug bij VitaBeast Infinity Pack. En jongens, deze video is speciaal, deze episode, want ik heb heel slecht nieuws, maar daar heb ik wel meteen een oplossing voor dat slechte nieuws. Het slechte nieuws is, misschien kun je het een beetje raden, de oude wereld is corrupt geraakt en ik kan het niet meer recoveren, omdat het kwam door een computercrash van mij, is er dus ook iets misgegaan met de backups. Dus het was heel, heel raar en heel erg ongelukkig. En daarom kan ik de wereld en de backups op een of andere reden niet meer laden. Dus dat wil hij gewoon niet meer doen. En ik heb heel veel geprobeerd en het lukt gewoon niet. Maar ik heb daarop iets bedacht dan, jongens. Want ik wil niet weer een nieuwe serie moeten beginnen of wat dan ook. Want dat heb ik al dus moeten doen vanwege Monster. Omdat Monster crashte toen. Of hetzelfde geval was het. En tja, dan wil ik dus niet hetzelfde laten gebeuren bij Infinity. Heb ik dus een oplossing. En dat is dit, jongens. Ik heb hier 3 werelden. Compleet nieuwe werelden, pas gerenderd. Met alle 3 een eigen soort van epic dingetje. Waardoor het misschien interessant is om daarop verder te gaan. En wat ik dan wil gaan doen. Ik laat jullie zo meteen alle 3 deze werelden zien. En dan moeten jullie dus in de reacties zetten. En dat is best belangrijk, dat ik wel zoveel mogelijk voor jullie weten wat ik moet doen. Met welke wereld ik dus verder moet gaan. En dan laat je dus achter wereld 1, wereld 2 of wereld 3. En dan kies ik na een week, dus volgende week kies ik dan uit, kijk naar de reacties, kijk wat jullie willen, kijk wat jullie willen. En dan ga ik dus door met 1 van deze 3 werelden, bouw ik offscreen heel veel op, tot ik ongeveer weer terug ben waar ik was. Dus zorg dat ik een witchery area heb, zorg dat ik een blood magic area heb, zorg dat ik wat met een klein ME systeempje heb. Dat zie ik nog gewoon allemaal terug, dat bouw ik net even snel. Het zal dus wel heel anders eruit zien, maar dan wil ik in ieder geval vanaf dat punt gewoon door kunnen gaan. Dus dat ben ik van plan. Maar omdat ik dus niet zo heel veel tijd heb nu, geef ik jullie een week de tijd. En dan om van alles te zeggen. En als ik dan uiteindelijk dat helemaal heb gelezen en ik ben klaar met bouwen, dan gaan we weer verder in een nieuwe wereld. Maar dan ga ik gewoon wel door met de serie. Dus dat is mijn idee. Dus laten we maar beginnen met de wereld 1. Dus alle 3 deze werelden hebben iets speciaals, waar ik dus uitleg over ga geven van wat het is. En tja, ik vind ze alle 3 wel iets leuks hebben, jongens. Dus oké, we zijn hier in de allereerste wereld. En ja, ik denk dat het handigst is om wat uitleg te geven met deze wereld om op J te klikken, dus op de map. Oké, wereld nummer 1. We zitten in een gigantisch ijsbiome. Dit is één enorme ijsbiome. Onze span is hier ongeveer. En we zitten hier in deze soort van desert. Niet desert, maar hoe heet het? Corrupted, droge biome. Niet zoveel groeit hier. De kleur van het gras is ook niet echt geweldig. En wat ik dan dus voor een leuk ideetje heb, is om dan gewoon hier dat allemaal te gaan doen. En dan uiteindelijk met allemaal magic mods de biome te veranderen tot een mooie biome. Mooie bomen te planten en te gaan langzaam alles te gaan veranderen. Heel deze biome, dus heel dit stuk, alles wat hier zo buiten de sneeuw zit. Om dat dan een mooie biome van te maken. Dat is dus mijn idee voor de eerste ding. En het lijkt me best vet. Want als je dit zo ziet, je kijkt om je heen, ziet overal sneeuw. Dus echt zo van ons doel is om dit ding, om dit te gaan terraformen tot het helemaal mooi is. En dat gaat op zich redelijk makkelijk met sommige mods, waarvan ik al weet. Maar dat is toch wel iets leuks om te doen. En dat is misschien wat leuks om dan deze serie aandacht aan te geven, om zo te zeggen. Dus ja, dat is dan wereld 1, jongens. Dan gaan we door naar de tweede wereld. Oké, jongens. En we zijn nu in de tweede wereld. En wat dit is we zitten hier in een soort van mooie soort van plains. Met heel veel water in de buurt. Heel veel water in de buurt. Als je op de melk kan zien, zit heel erg veel water. En ja, jongens, als je dan deze kant op gaat, en je steekt dus dit stuk ocean over, kom je bij de Taint Biome. De Corruption Taint. Je kent het dan wel van Tomcraft. En wat ik dan dus van plan ben, is als jullie deze wereld kiezen, dan ga ik dus een brug bouwen. En dan ga ik al het begin van die brug ga ik al maken in Creative, maar ik ga hem niet afmaken. Dus ben ik van plan om ongeveer, zeg maar, een brug. Dat begint hier ongeveer en dat loopt dan door tot met hier of zo. En dan maak ik aan de andere kant ook waar het uiteindelijk uit gaat komen, zeg maar. Maar dan is het dus de bedoeling om in onze let's play die brug af te maken. En dan kunnen we een hele mooie brug bij maken. Dat wordt echt wel een mooie bouwproject, vind ik dan zo. En dan uiteindelijk deze corruption aan de andere kant van de brug te fixen. Dus met Tomcraft dingen. Dus dan wordt dit ook onze Tomcraft gebied uiteindelijk. En tja, dat lijkt me echt wel vet. En het lijkt me dan ook vet om te beginnen met Tomcraft in die biome. Dus we beginnen ook echt hier. We beginnen hier in, midden in de Taint. Hoe moeilijk het ook kan zijn, dat lijkt me wel een leuk dingetje. Tenzij dat echt veel te moeilijk is en het gewoon onmogelijk is, dan doe ik het wel. Het begin hier in ieder geval. Maar dan wil ik dus uiteindelijk hiervan een mooi
opruimen. Ja, ik denk dat ik dat weet kan doen. Ik denk dat ik kan beginnen met Tom Cartizen. En dan uiteindelijk dan hier naartoe kan gaan. Dit fixen. En van heel dit gebied, wat dus eerst nu corrupt is, onze magic area te maken. Waar we alles van magic gaan doen. Dus dan doe ik niet zo gek veel hier. Maar dan doen we daar alles. Dan bouw ik hier wel alleen dat witchery weer terug op. Dus de witchery blot magic. En dan hoe heet het? Tomcraft. Dus we beginnen dan met Tomcraft. Dan zorg ik ervoor dat dat gefixt is. En dan gaan we dan daar wat doen. En met deze enorme brug ertussen. Dus dat leek me als een tweede idee. Ik weet niet wat jullie vinden. Het is misschien wat apart. Maar ja, ik wil gewoon weten. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van dit idee? Het lijkt me wel vet. En ik hoor het wel van jullie dan, jongens. Wat jullie hiervan vinden. Dus ja, dat is dus wereld 2. En dan gaan we nu door naar de allerlaatste wereld. Wereld 3. Hey jongens, dit is wereld nummer 3. Dit is een super mooi gebergte bouwen. Ik heb gevonden dat ik een beetje aan het exploren was. Dus we kunnen even kijken. Het is een klein eindje van waar we begonnen. Dit is trouwens nog van een andere map die ik heb gedaan. Maar daar moet je niet op letten. Het is er tot met hier zo. Dus tot met hier. En de span is ergens ongeveer in het midden van dat. En ja, er zit hier dus een hele mooie gebergte bouwen. Dit is een rainforest. En wat dus hier mijn idee is. Ik heb hier ook nog mijn grote boom nog niet teruggeplant. Is ergens een plek uit te zoeken voor die grote boom. En dan gewoon door deze bergen. Want als je deze boom een beetje weghaalt. Dan kan je hele mooie paden maken. Naar daar. En hier ook uiteindelijk de berg in. Dan moet je een klein stukje weghalen. Hier zo, in dit stukje. Maar dan kom je hier bij een mooi pad. Waar ik dus alles aan de zijkant kan doen. Misschien dan van die kamers in de muren. Hier is een enorm mooi gebied waar je van alles mee kan doen. Dus dat lijkt me ook vet om dan daar iets mee te doen. Dan is het niet echt iets dat we iets moeten schoonmaken. Maar we zitten al in een heel mooi gebied, om zo te zeggen. En tja, dat lijkt me dus ook wel vet. Om gewoon hier dan mee verder te gaan. En meteen ook een mooie kleur met de dingen. Hoeven we niet zoveel te terraformen. Kunnen we echt meer aan de mods gaan besteden. En ja, dat lijkt me ook wel een sikke optie. Dus jongens, dit is dus wereld 3. En ja, vergeet natuurlijk niet achter te laten dan in de reacties van welke jullie willen. Dus wereld 1, het idee met dat we in de ice biome zitten en dat we dus heel die biome moeten clearen. Idee 2, dat we dus de teen moeten clearen en dat we daar dan onze magic van kunnen maken. Dat we zeg maar de evil magic vervangen door de mooie goede magic. En dan optie 3, de supermooie gebergte waar we dus in ons complete paradijs kunnen gaan bouwen. Want het is al een soort van een paradijs biome. Dus ja jongens, laat het achter in de reacties en dan hoor ik het over een week, of dan horen jullie van mij over iets meer dan een week, want over een week krijg ik te horen wat het dus gaat worden. En dan moet ik dus een paar dagen hebben dus nodig om dus alles terug te bouwen in creative en alles. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te doen, dus niet belachelijk moeilijke of dure dingen te gebruiken om mee te bouwen. Ik hou het simpel, probeer het simpel te houden. En dan kunnen we hopelijk vanaf de volgende episode weer gewoon verder, waar we gebleven waren. Misschien wel heel wat anders, zal wel wat uitleg zijn, een rondleiding waarschijnlijk. Maar goed jongens, dan krijgen jullie dus dat te zien in de rest van de episode. Dus hopelijk vind je het niet al te erg dat de server dus, of de wereld is corrupt geraakt en dus niet meer door kan gaan. Maar er komt een goede vervanger, komt er denk ik. Ja, denk ik wel. Dus jongens, tot de volgende episode. Bye bye. En ja.